Ik ben hier met Brenda van der Laak, zit ik aan tafel. En dat is de oprichter van de stichting Zwerfkat Bokstel. En wij zitten hier met z'n tweeën aan tafel. Maar ik verwacht tijdens de uitzending dat we wel heel veel bezoek krijgen. Want hier zijn namelijk 21 katten in huis. Klopt toch, hè? Ja, er lopen inderdaad 21 katten rond. 8 van mezelf en de rest zijn allemaal opvangkittens. Ja. Die allemaal nog een huisje zoeken. Jong en oud. Jong. Allemaal jong, maar, ja. Maar ook wat oudere kat heb je ook. Hè? Ja, van mezelf. Ja, maar mijn katten zijn al redelijk op leeftijd inderdaad. Maar ja. De kittens zijn allemaal nog lekker jong. Ja. Dus ik ben weer nieuwsgierig voordat ik hier aan tafel zit. Want wat ik me nou afvraag, ik ben zelf ook een kattengek. Maar ja, jonge meid, jonge vrouw, volop in het leven. Het is toch een heel taak erbij om dit te doen. Ja, ik werk gewoon 40 uur per week inderdaad. En de stichting heb ik daarnaast opgericht. Dus dat is echt in de avonduren en de weekenden. Eigenlijk elk uurtje vrije tijd gaat naar de stichting. Ja, want er gaat stiekem toch veel tijd in zitten. Ja, heel veel tijd. Waar komt dat vandaan dat jij zo... Ja, ik ben wel al vanaf kleins af aan dat ik met elk gewond vogeltje thuis kwam. En, ja. Want het is niet zo dat ik specifiek katten zo leuk vind hoor. Ik vind alle dieren... Ja, want zwerfhonden zo, daar heb je hier niet. Nee. Nee, je hebt wel eens dat er een hond... Nee, eigenlijk is het tegenwoordig wel zo dat mensen een hond zien lopen, dan halen ze meteen van straat. Ja. En met katten, ja, je weet natuurlijk ook helemaal niet. Hè, mensen weten toch niet van, is het de kat van de buren of is het een zwerfkat? Nee. Je herkent ze vaak wel. Zwerfkatten zijn vaak vies, heel vies. Die kunnen zichzelf niet meer schoonhouden en vaak toch ook wel schuw. Hè? Want bij de ene krijgen ze eten en de andere die gooit in één keer een emmer water over ze heen of erger. Ja. Dus je herkent ze wel, maar mensen letten er ook helemaal niet op. Want het is toch heel normaal dat katten buiten leven. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen om dit te gaan doen? Ja, dat is iets wat er langzaam ingeslopen is. En het is eigenlijk begonnen toen ik hier ben komen wonen. Dus waar kom je vandaan? Ik kom uit Bokstel. Oh, je bent echt een Bokstelse? Ja, okay. Geboren, getogen, nooit weggegaan. Ja. En ik woon hier nu bijna 9 jaar. En mijn overbuurvrouw is ook heel erg begaan met zwerfkatjes. En zij voerde dus ook zo'n verwilderd katje. En dat zag ik op een gegeven moment. Dus ik ben haar een zak brokjes gaan brengen. Ja. En toen vertelde ze me, ja, inderdaad, ik voer hem. Maar sinds een paar weken neemt hij in één keer een poes mee naar huis. En die werd dikker. En sinds gisteren is ze weer dun. Oh god, ja. Ja. Dus toen wisten wij van, oh, er liggen hier ergens kittens. Dus dan ga je die poes achtervolgen. Liep bij de Albert Heijn onder het hek door. Ja, dan ben je klaar. Ja. Ja, en daar weer ergens een tuin in. Dus je weet ongeveer waar je moet zoeken, maar niet precies. Toen ben ik nog, want de oude panden van alle handen in de Stationstraat, die stonden heel lang leeg. Ik dacht van, nou, daar zal ze wel zitten. Dus ik heb gewoon de makelaar gebeld. Daar gaan kijken, maar niks. En op een gegeven moment inderdaad bij de buren daarvan. In de tuin. En was het een wilde kat of was het een zwerfhond? Hoe wist je dat nou? Want vertel het, was het een kat van iemand? Wij dachten toen dat het een verwilderde kat was, want ze begon meteen te blazen en te meppen. Maar dat is, achteraf was dat gewoon het moedergedrag, wat ze dan in zich heeft. Want achteraf was het gewoon een tamme poes. De kittens waren natuurlijk ondertussen wel wild, want we zijn 8 weken aan het zoeken geweest. Dus ze waren 8 weken oud. Dan heb je dus een vangkooi nodig. Die kan je gaan lenen bij het asiel, maar ik had zoiets van, het is hier aan de overkant. En als we ze vinden, wil ik ook gewoon meteen gaan vangen. Ja. Dus dan heb ik zelf een vangkooi gekocht. Dan leg je wat tonijn of gewoon lekker nat voer in. En op het moment dat ze dan het klepje erop gaan staan, dan valt zo'n kooi dicht. Dan is het natuurlijk blinde paniek. Dus dan gaat er meteen een handdoek overheen dat donker is. Dan worden die katten rustig. Okay. En dan is het naar huis. En dan moeten ze het huis... Uit die kooi? Ja. In een bench, zeg je dan? Ja, maar ik doe daar heel eenvoudig hoor. Ik heb gewoon een hele grote bench hoor. Er staat dan al een reismand in, een afgedekte reismand. Die vangkooi kan ik ook nog gewoon in de bench zetten. Oh, dat is fijn. Ja. Dat je niet... Nee. Als hij wegschiet, dan zit je natuurlijk. Ja, daarom. Ja. Dus de vangkooi gaat gewoon in die bench. De bench gaat dicht. Dan vanaf buiten maak ik die vangkooi open.
En later, die kat loopt, ja, die gaat eigenlijk altijd in die reismand zitten. Ja, meteen? Ja, die hebt meteen zoiets van, oh, hier kan ik me verstoppen. Oh ja. Want ja, ze zijn ze doodsbang. Ja, ze zijn doodsbang. Ja. Ja, maar dus toen hebben we die kittens en de moederpoes gevangen. En die hebben naar dierenthuis Den Bosch gebracht. En ja, dan heb je dus een vangkooi. Ja. En dan weten de mensen... Daar kunnen ze ook allemaal in zo'n vangkooi? Of is dat Nou, zo'n moederpoes met de drie kittens hadden daar wel ingekund met zijn met de hele familie tegelijk. Ja. Maar die moederpoes wist nog net te ontsnappen. Dus we hadden de drie kittens en ja, 5 minuten later de moederpoes. Och, ja. Dus, ja. 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 En dat is het eigenlijk het begin geweest. Toen kreeg je toch wel de kriebels van... ja, ik doe af en toe een keer kriebelen ook, hè. Toen kreeg je eigenlijk de kriebels van, nou, er is hier zoveel te doen, er is zoveel werk. Ja, 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 je weet het eigenlijk eerst helemaal niet, hè, van dat het eigenlijk zo'n groot probleem is. Nee, ik heb daar eigenlijk ook niet zo in de gaten. Zwerfkatten, want waar zitten nou zwerfkatten? Nou, dus meestal niet hier zo voor op straat, maar meer in de buitengebieden. Waar echt de verwilderde katten, die zijn natuurlijk doodsbang van mensen. Ja. En die komen dus niet dichtbij. Maar moet ik dan denken aan bossen? Zitten ze in de campina of waar zitten ze? Nou ja, niet zozeer echt in de bossen, maar wel ook op plekken waar wel mensen zijn. Dus ook eten te vinden is. Dus dan echt bij campings. En hier in Boksel bijvoorbeeld in het schietterrein. Oh ja? Ja, ja, dat is toch voor de katten een redelijk rustige plek. Ja. Hè, waar dan toch minder mensen komen dan echt in de bebouwde kom. Ja. En daar zijn natuurlijk genoeg bedrijven die eten hebben voor ze. Ja, ja. Dat ze kunnen vinden. Ah. Dus, en campings, ja. Ja. Ja, het is toch achteraf. Ja, en dan maar... kunnen ze toch van alles uit prullenbakken halen natuurlijk. Ja, ja. Ja, over campings heb je natuurlijk ook heel veel mensen die voeren. Ja, toch? Ja. Ja, ja, je hebt mensen die er een hekel aan hebben en mensen die ze juist helpen. Ja, en zeker met zo'n kitten natuurlijk. Ja. Dan wil je toch... Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. En krijg jij tips van mensen dan? Ja. Van, ja. We hebben er een paar gezien? Of, ja. Ja, ja, ja. Op Dennenhoort. Bijvoorbeeld, er is natuurlijk ook heel veel katten. Ja. Ja, dan zijn het echt bewoners die dan zelf bellen of een mailtje sturen. En we hebben daar ook de La Salle. Er schijnen er ook echt heel veel te zitten. De La Salle, ja. Ja, God. Ja, ja, iemand die daar werkt. En daar de vriendin van, die stuurde ons een berichtje van... ja, volgens mij 10 kittens, als ze het al over had. Nou, daar horen dan ook wel 2 of 3 moederpoezen waarschijnlijk bij. Maar ik heb daar nog geen tijd voor gehad om daar naartoe te gaan. Nee, want het is toch ook... Waar laat je ze allemaal, hè? Heb jij nou zelf adressen waar je ze ook weer naartoe kunt brengen? Of zeg je, nee, alles wat ik vang, komt ook bij mij? Ja, ik denk ongeveer 10 gastgezinnen dat ik heb. En, en die mensen vangen dan dus gewoon echt thuis de kittens op. Zodat ze ook echt gewoon in een huiselijke kring opgroeien en gewoon weten wat alles is. Anders heb je van die kittens die schrikken van een tv, want wat is dat? Ja. En, kom, ga jij maar even daarheen. Ja, die zitten dus echt in het gezinsleven, zo'n kitten. Ja. Ja, ja, ja. En die breng je dan ook meteen naar zo'n gastgezin? Ik kijk altijd eerst even hier thuis, worden ze sowieso natuurlijk even ontvlooid en ontwormd. En, doe je dat allemaal zelf? Ja. Okay. En vaak zijn kittens ziek. Ja, en vaak toch allemaal niet ziek, te ontstoken oogjes. Ja. Ja, en dan gastgezinnen hebben eigenlijk allemaal zelf katten. Ja, dan kun je daar geen ziek kitten bij zetten. Nee, dus, nee. Dus de gezonde, die kunnen meteen door. Ja. En de zieken hou ik hier totdat ze beter zijn. En dan kunnen ze alsnog naar een gastgezin toe. En dan hebben we nog de echte wilde kittens. Hè, die echt bijten, krabben, blazen, spugen. Oh, ja, daar heb ik ook geen gastgezinnen voor die dat willen. Nee, waarom niet? Omdat vaak zijn het toch mensen met kleine kinderen. Oh ja, natuurlijk. En dan wil je dat toch niet hebben. Ja, die vinden het leuk om gewoon, hè, net zoals Nino hier, om zo'n knuffeltje op te vangen. Ja. Wat ook leuk is voor de kinderen. Ja. En ja, zo'n wild kitten is natuurlijk niet leuk voor de kinderen. Nee, en ook gevaarlijk eigenlijk, want die kunnen toch lelijk uithalen. Die kunnen heel lelijk, ja. Ja. Ook al zijn ze pas 4, 5 weken, dan zijn ze echt, dan zijn het echt al hele snelle duveltjes, hoor. Ja, ja. Maak je nou ook ongelukken mee, dat het ooit eens fout gaat of... Nou, dat voor jouzelf ook. Want, nou, ik ben zelf altijd wel heel voorzichtig, hoor. Vooral met de volwassen verwilderde katten. Ja, die kunnen gewoon echt... die kunnen je echt wel lelijk toetakelen, hoor. Er is altijd angst. Er is nooit een kat die jou zomaar uit het niks zal aanvallen. Nee, of, een kat in het nauw, hè? Een kat in het nauw, zo moet je het zien, hè? Ja. Want, Brenda, nou heb jij hier 21 katten zitten. Ja. In dit huis. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want eigenlijk,
is het toch allemaal wel vrij normaal. Ik zie wel dat er katten zijn en ik zie ook wel wat hier en daar een spikkeltje op het raam van natte neuzen en zo. Ja. Maar toch, waar zijn ze nou? Ja, nu lopen er maar 2 hier, hè? Ja. Ja. Dus dat wil zeggen dat er nog 19 verspreid zijn over de bovenverdieping en de zolder. Ik heb wel op het moment 5 kittens, die zitten apart op de kleine kamer aan de voorkant, want die zijn ziek. Oeh. Dus die lopen niet vrij rond, ja, in die kamer. Ziek in zoverre, niet ziekte of... Nee, die zijn heel erg aan het diarree. Oh. Ja, dus dat is ook weer lekker. Ja, dat wou ik net zeggen, want dat is toch een heel werk om daar goed hygiënisch mee om te gaan. Ook voor de andere katten natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, goed, het is natuurlijk apart, zodat ze, want het is iets besmettelijks. Dat ben ik, die zit even apart. En dan de rest loopt gewoon echt rond. Ik heb hier wel een kamer die echt ingericht is voor de katten, hè, met hangmatjes aan de muur. En er staat gewoon een 2-persoonsbed waar er dan een stuk of 6 in liggen. Ja, en gaat het ook allemaal goed met elkaar? Ja. Want het zijn toch iedere keer komen er nieuwe katten bij? Ja, maar het zijn allemaal kittens. Ja. Ik kan geen volwassen katten hier opvangen, mits ik ze apart hou. Die verwilderden die mogen niet loslopen. Hè? Nee. Die gaan ook gewoon echt in een grote hondenbench met daarin een reismand die afgedekt is. Daar verschuilen ze zich in. Ja. En dan moeten ze heel even wachten tot ze gecastreerd of gesteriliseerd mogen worden. En die laat je dan weer los? Ja, de katten die gewoon echt verwilderd zijn, die maak je niet gelukkig door ze op te sluiten in een huis. Kijk, met jaren geduld zou je ze nog tam kunnen krijgen. Maar ja, waar maak je zo'n kat gelukkig mee? En dat is gewoon weer teruglaten op de plek waar die eigenlijk al jaren heeft geleefd en voor zichzelf heeft gezorgd. Want een kat blijft altijd wel op een bepaalde plek. Het is niet zo dat ze een zwerfkat zegt van, ik ga nou eens naar ergens anders kijken of zo. Of ze moet echt weggejaagd worden. Ja, ik kan het zeggen. Ze kunnen wel hele afstanden afleggen hoor. Maar een kat heeft wel zijn eigen territorium. Oh, ja. En dat verdedigt hij ook. Ja. Dus ik kan wel ergens op een camping alle katten weg gaan vangen. Maar dan komen er gewoon weer nieuwe katten voor terug. Ja. En die worden nu weggehouden door de katten die er zitten. En op het moment dat die gecastreerd gesteriliseerd zijn, ja, dan is dat prima. Ja, snap dan kunnen ze daar gewoon blijven. Niet nou eens aan het spelen. Nee, dan kunnen ze gewoon daar blijven. Ja, ja. En de katten die ik allemaal van Camping Rakelbos heb, die zien er allemaal zo perfect uit. Camping Rakelbos? Ja, dat is een Westelbeers. Oké. Okay. Ja. Dus je bent verder als Bokstel? Ja, ja. Ja. En hoe kom je daar nou weer terecht dan? Hebben ze wel... Iemand die tipte mij over een man die daar kittens had gevangen. En toen had ik zoiets van, oh jee, maar er is ook een moederpoes. Het is heel lief en dat hij die kittens gaat herplaatsen. Ja. En zodoende ben ik daar terecht gekomen en ook met de eigenaars in gesprek geraakt. Ja, die hebben ook een hele leuke donatie gedaan. Oh, dat is fijn. Ja, dus dan kun je daar ook iets. Ja, want jij bekostigt eigenlijk alles via... Donaties of hoe gaat dat dan? Want het steriliseren, castreren. Ja, het kost allemaal heel veel geld. Medicijnen, voer, kattenbakzand natuurlijk. Ja. Ja, en dan nog het ontvlooien, ontwormen wat je moet doen. Ja. Kom je dan meer rond? Het is zo, ik kan niet meer doen dan dat er geld is. Ja. Hè? Dus ik kan een melding krijgen van wat ik al heb gehad, 25 katten op 1 plek. Ja, sorry, ik kan nu gewoon even, dat kan nu even niet. Hier een Bokstel? Ja. Op het industrieterrein. Dus er zijn 25 zwerfkatten die bij elkaar zitten. Ja. En, en dan zitten er nog wel veel meer hoor. En weet de gemeente daar dan van? Hoe kom je daar dan achter? Via ook weer? Nee, ik werk zelf al 10 jaar op het industrieterrein. Ja. Dus dan zie je het. Dan zie je zo sporadisch. En je hebt er ook een oog voor natuurlijk. Ja, hè? Dan zie je gewoon af en toe eens een keer een kat snel wegschieten. En je hoort ook verhalen natuurlijk van de bedrijven die daar zitten. Ook wel minder leuke verhalen. Ja? Hebben ze er ook last van dan? Nee, de meeste hebben zoiets van, ze vangen hier de muizen en de ratten. Ja. Konijntjes vangen. Er zitten ook heel veel in het schietterrein, hè, konijntjes. Ja. Dus die vangen ze natuurlijk ook. Maar ja... ook nog wel eens een keer een verhaal gehoord over een autobedrijf waar mensen komen kijken voor een auto die buiten stond en de deuren dichtgegooid en na 3 weken kwamen ze erachter dat ze dus toen op dat moment een kat hadden opgesloten in die auto. Dat is wel triest. Ja, dat is wel heel triest. Ja. Ja. Die leven natuurlijk niet meer. Nee. Het is allemaal... Nee, dus dat soort dingen gebeuren dan ook. Ja. Ja, en dan weet je gewoon, je ziet ze daar wel wegschieten en tussendoor lopen.
Want dat is ook een ding voor de gemeente, dat ze daar toch wel serieus mee over na moeten gaan denken. Wat gaan we hier aan doen natuurlijk? Want dat gaat toch wel heel snel, zo'n vermenigvuldiging. Klopt, ja, dat gaat razendsnel. Want een poes kan toch wel 2 keer per jaar of soms zelfs 3 keer per jaar een nest kitters krijgen. Zo. Die zijn allemaal na een half jaar alweer geslachtsrijp. En die gaan ook allemaal weer verder. En allemaal inteeltontwikkels natuurlijk. Ja, klopt. Maar om op de gemeente terug te komen, die redeneren meer van, ja, wij krijgen geen klachten. Ah, ja. Hè? Mensen hebben geen overlast ervan. Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Die bedrijven op het industrieterrein, die zullen denken, oh ja, de muizen worden weggehouden. En, vindt wel prima. Is prima, ja. We hebben er geen last van. Nee, dus, maar ik doe het meer uit het oogpunt voor het dierenwelzijn. Ja, ik snap En niet het. Zozeer van, hebben mensen er last van? Ja, ja. Want zijn ze over het algemeen ook ondervoed, die kittens? Kittens vaak wel, ja. Ja, toch? Ja, ja, want die zo'n moederpoes die heeft het al moeilijk genoeg om zelf eten te vinden. En vaak niet. Is veel op roet natuurlijk, waardoor ze minder bij het nest is, zeker. Ja. Ja, vaak niet genoeg melk. Ja, de meeste kittens overleven het ook niet, hoor. Nee, toch niet? Nee, is vaak dat er 1 of misschien 2 nog bij moederpoes rondlopen en de rest is al gesneuveld. Hoor. Dat is ook gewoon zielig. Ja, ja. Hè? Want heel vaak, die katten hebben vaak niet ziekte. Ja. Kittens krijgen dat ook, maar de oogjes moeten met 10 dagen ongeveer open gaan, maar die gaan niet open, want het zit al helemaal dichtgeëtterd. Oh. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je een blind kitten. Ja, die heeft geen schijn van kans. Nee. Dus dat is gewoon, ik vind het gewoon hartstikke zielig. Ja, dat is ook wel heftig. Lig je er nooit wakker van? Niet meer. Nee, dat kan ook niet. Anders hou je het ook niet vol natuurlijk. Nee. Hè? Nou ben je ook op een bepaalde manier wat rationeler ben je ermee bezig, denk ik. Hè? Ja, je wordt er wel harder. Ja, je voedt van zo'n kitten op van hup, hop, 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 klaar, hup. Ja. En het is klaar om naar een gezin te gaan. En wij zouden dan zeggen, ik ben blij natuurlijk als ze gaan, want... Het moet door. Het moet door. De volgende komen alweer binnen. En, ja, want wat is het maximum waar jij... Want je hebt er nou 21. Ja. Maar op een gegeven moment houdt het toch ook op, of niet? Of zeg je maar, laat me komen. Nee, dat kan ook niet. Nee, het is nu... Nu is het gewoon eventjes rustig aan. Ja. En eerst even zorgen dat dit allemaal goed terecht is gekomen. Wat ik nu nog wel doe, is de volwassen verwilderde katten vangen. Oh ja. Dat maakt dan niet uit, hè. Toch weer terug. Ja, en die nemen alleen een bench in voor een week of een paar dagen. Hoe kom je nou aan adressen van mensen die zo'n kitten willen? Hoe is het dan via-via of hoe gaat dat eigenlijk? Ja, heel veel via-via, inderdaad. Je moet ook constant weer mensen hebben die er eentje willen. Ja, inderdaad. Op het moment dat ik ergens naartoe ga bij mensen thuis, want die hebben kittens in de tuin, dan komt er via hun weer... Een adresje van mensen die misschien wel een kitten willen adopteren. Ja. Zijn er ook veel mensen die zo katten hebben en er zelf niks aan doen? Dus niet, de eigen kat niet laten steriliseren en castreren en ook zomaar iedere keer weer nestjes krijgen? Ja. En, want daar hoor ik toch ook wel eens hier en daar. Maar is er nog veel? Dat er ja, helaas wel. Helaas wel. Als je zo alleen al op Facebook kijkt, wat je hier... Facebook is natuurlijk de bokstol verkoopgroepen. Oh ja, ja. Ja, nou als je daar alleen al kijkt van onze poes heeft een nestje kittens gekregen. Nou zijn het wel heel vaak oepsnestjes. Ja. Hè, dat mensen gewoon nog niet beseffen van, mijn katje was met een half jaar al krols. Oh, en ze is nu al zwanger. Ja. Hè, dat mensen dachten van, dat duurt nog wel even, maar het gaat zo rap. Ja, goh. Dus het is gelukkig vaak eenmalig. Ja, er zijn er al zoveel. Er zijn er echt al veel te veel. Ja. Ja, en die mensen nemen natuurlijk wel weer... De plek van een zwerfkatje in. Hè? Ja. Die zijn zo hard op zoek naar een huisje. Ja, een zorg aan de ene kant. Hè? Ja. Als jij nou... Jij krijgt donatie van allerlei soorten mensen? Of? Ik moet zeggen dat we inderdaad wel vaak oproepen van... Goh, zonder geld kunnen we gewoon niks doen. Sterilisatie van de poes kost gewoon €80. Ja. Hè? Een kater kost gewoon €50. Ja. Naast dan nog het ontvlooien en ontwormen, wat ik meestal nog niet eens meereken. En dat geld moet er zijn. Ja. Kijk, kittens worden geplaatst, vragen we €95 voor. Hoezo voor een plaatsing van? Voor een kitten. Want een kitten is dan ingeënt, gechipt. Oh ja, als ik een kitten bij jou wil, ja.
Dan koop ik hem voor 95 euro. Ja, en dan zit dan ook de castratie of sterilisatie bij in, hè, als zou het genoeg zijn. Okay. Want ik wil natuurlijk gewoon echt zeker weten... Dat ik daar ook weer even naar de... Dat jij niet toch denkt, nou, ik wil toch eigenlijk wel graag een nestje van deze poes. Ja, dat wil ik gewoon echt absoluut natuurlijk voorkomen. Ja. Dus dat heb je dan al betaald aan de stichting. Ja. En dat gaat dan ook op kosten van de stichting als ze minimaal een half jaar zijn. Oh ja, dan breng je ze weer terug hier naartoe? Of dan ga je dan naar de dierenarts en die weten van? Ja, en dan, inderdaad. Ja, ja, ik hou ze ook allemaal bij. Van, goh, hè, maar hoe kom je nou aan het geld? Want je krijgt weinig donaties, zeg je? Nee, ik heb inderdaad 3 donateurs die maandelijks een bedrag overmaken. Maar dat moet dan toch een behoorlijk bedrag zijn? Ja, bedrijven maken toch vaak meteen een paar honderd euro over en niet 5 euro. Ja. Dus, maar ja, dat moet toch regelmatig gebeuren weer. Want ik bedoel, ze kunnen wel 1 keer 500 euro overmaken, maar toch? Ja, maar zo is het dus constant. Maar waarom doen we? Kijk, ik kan me voorstellen dat zo'n camping dat doet. Ja. Want die wordt er ook mee geholpen. Ja. Maar dan zeg je, ik heb nog een paar bedrijven. Dat is toch wel heel bijzonder dat ze dat dan toch doen. Ja. He, want is het is zo. Geen reclame of... Nee. In principe krijgen ze er helemaal niks voor terug. En particuliere mensen? Helemaal weinig of zo? Want ik weinig, ja. Heel af en toe dat iemand... het komt uit de meest onverwachte hoeken. Ja. Hier is laatst toch de Bokselse quiz geweest. Ja, ja. En dan heb je een goed doel waarvoor je dan gaat strijden. Dus het was het team van het padje. Van het padje? Team van het padje. Oké. Okay. Die hadden voor ons gekozen. Oh ja, goed, ze hadden al meteen zoiets van... Nou, we denken niet dat we het hebben gehaald, hoor. Maar je krijgt sowieso de boodschappenpot. Oh. Wat over is. Nou, dat was toch weer 65 euro wat ze over hebben gemaakt naar ons. Ja, dat is toch leuk. Ja, en dat komt dan gewoon helemaal onverwacht. Heb ik ook nog... Ik heb hiervoor natuurlijk ook opvang gedaan voor andere stichtingen. Daar ken ik natuurlijk nog mensen van. Ja. En een vrouw, Louise, die heeft een Facebookpagina opgericht. En die heet Veiling met een Missie. En daar verkopen mensen spulletjes. En dan kun je aangeven, nou, ik heb een boek te kopen bijvoorbeeld. Daar wil ik 10 euro voor hebben. En 70% daarvan is voor de veiling, zeg maar. Nou, daar hadden ze laatst heel veel geld opgehaald met de verkoop. En hebben ze 100 euro naar mij overgemaakt. Ja. Je bent wel in beeld bij veel bedrijven of veel... Ja, en zo heb ik bijvoorbeeld in Gestel ook weer een wilde kater gevangen en laten castreren. Nou, die mensen waren daar zo blij mee. Nou, dankjewel voor de hulp. Nou, die maakte 100 euro over. Ja. En ook is zij nog naar haar baas gegaan. Verteld van, nou, Stichtingswerfkamp Bokstel, kun je daar misschien iets mee? Ja. Nou, die maakte ook flink bedrag over. Oh, dat is wel leuk. Ja, maar je hebt het wel echt nodig. Ja. Anders dan houdt het gewoon op. Ja. Dan kun je gewoon niet. Nee, want je kunt niet heel dat je eigen geld erin stoppen. Dat schiet ook niet op. Nee. En dat moet je ook niet doen dan, hè? Nee, ja, dat doe je stiekem wel. Ja, je pakt af en toe natuurlijk wel iets, maar dat is toch gevaarlijk voor jezelf. Af en toe, ja, want ik moet natuurlijk ook overal heen rijden. Ja. Nou, dan heb ik eerst nooit ook maar een druppel brandstof gedeclareerd bij de stichting. Ja, nou, laatst moest ik gewoon echt, het kan gewoon af en toe niet. Nee, ja. En net zoals brokjes krijg ik echt heel veel gedoneerd van de dierenwinkel hier. Oh ja? Ja. Maar goed, net zoals kattenbakvulling en het natvoer, wat ik dus bijna niet krijg, daar heb ik al die tijd gewoon zelf betaald. En ik moet ook zeggen, gastgezinnen, ja, eigenlijk 9 van de 10 betalen het ook allemaal zelf. Ja? Ja, die zeggen dan van, oh joh, waar 1 kat eet, kunnen die 2 of 3 kinders meer ook wel mee eten. En... Nou, eigenlijk, jij verdient er helemaal niks aan, hè? Helemaal geen geld of niks. Nee, het kost me geld natuurlijk. Ja. Het is gewoon echt een stichting. Afhankelijk van donaties en vrijwilligers ontvangen daar ook absoluut geen vergoeding voor. Nee. Goh, ja. Helemaal niet. Hoeveel vrijwilligers heb je? Vrijwilligers in de zin van die echt mee op pad gaan. Actief mee op pad gaan vangen? Of... Dan heb ik echt actief 2 vrijwilligers. Dat zijn Anjo en Sophie. Ja. Anjo is heel actief om de Facebookpagina bij te houden voor me. En die zorgt ook dat er weer donaties binnenkomen. Al is het geld, al is het voer. En Sophie is gastgezin, maar die gaat ook echt op pad om katten te vangen. Oké. Oh, ja. Dat is wel leuk. Ja, en daarnaast heb ik dan nog alle gastgezinnen. Dan wilde ik weten, wat is nou een gastgezin? Wat houdt dat in? Ja, dat houdt Ik wil een gast. Ja, nou, dan bel jij mij, hè, of ik krijg een mailtje binnen. Dan zeg ik, Josephine, maar leuk. Ik kom even bij jou thuis kletsen. Ja. Want ik wil altijd even zien... Waar ze terechtkomen of wat aan de hand is. Ja, want ik wil natuurlijk wel dat het gewoon
allemaal goed, netjes is bij iemand thuis. Hè? Dat niet iemand is die ergens aan begint, wat hij eigenlijk helemaal niet aan kan. Ja, want kom je dat tegen? Dat mensen ergens aan willen beginnen? Ja, en ja. Dat ze psychisch niet aan kunnen? Of dat ze zeggen, Ja, dat psychisch. Het is, kijk, als je zo'n kittentje hebt, ja, dat is niet zo heel moeilijk. Hè? Maar deze is ook een heel stuk jonger geweest en echt met de fles grootgebracht. En dat lijkt heel leuk en schattig, maar het is echt 24 uur per dag zorgen. Oh ja, waarom dan? 24 uur per dag? Het is dag zo... en nacht? Dus ook 's nachts? Als ze heel klein zijn, ja. Want ze krijgen om de 4 uur een flesje. Ja, het is een baby. Voor een baby moet je ook 's nachts bij bed. Ja. Voor hun ook. Ja, plus... En dat is echt een klein flesje wat je dan hebt en dan... Ja, kittenmelk en... Dan leg je ze weer terug. Ja, dan moet je ook nog zorgen dat ze nog gaan poepen en plassen. Hè? Dat doet moederpoes normaal. Dat moet je ook nog overnemen. Nou, zo'n kitten moet ook nog schoongemaakt worden. Dat doet moederpoes normaal gesproken ook. En dan krijg je echt wel heel veel respect voor een moederpoes, hoor. Als je... Ja, want hoezo schoonmaken? Ze maken zichzelf gewoon heel vies. En vooral op het moment dat ze de overstapt naar wat vaster voer. Hè, dan begin je met geweekte brokjes. Met daardoorheen weer wat kittennat voer. Ja, nou, dan wil jij niet weten hoe die eruit zien. Want dan rollen ze doorheen en dan springen ze in. En... Oh ja, daar sta ik eigenlijk nooit zo bij stil dat ze dat doen. Ja, dus het is echt heel heftig. Plus, de overgang... naar kittenmelk en poedertje. Ja, heel veel kids worden ziek of ze raken verstopt. Hè, dat je echt vanuit dierenarts kan om een klisma te gaan halen. Ze horen eigenlijk bij een moeder thuis, hè, bij een moederpoes. Hè? En dat gestoei wordt anders door de natuur opgevangen. En nou ben jij als gastgezin daar allemaal verantwoordelijk voor. Ja, dus het is een hele zorg, maar ook echt, je maakt je heel veel zorgen. Ja, hoor. Ja, want je wil hebben dat... jouw baby, die je dan voor aan het verzorgen bent, dat dat ook goed komt natuurlijk. Ja, want het zou wel heel erg zijn inderdaad als jij voor zo'n kleintje zorgt, dat het dan... Ja, dat gebeurt ook. Zo gaan. Dat gebeurt ook, hè, want het gaat met kleintjes heel hard, hoor. Ja? Op een moment is er niks aan de hand, volgende moment vallen ze ineens om. En ja, dan moet je ook gewoon naar de dierenarts toe. Dan moet je niet wachten van, ik kijk morgen wel. Dan beter laat. Oh ja? Ja, dat gaat echt ontzettend hard. Zo'n gastgezin ook, dus dan begin met blijven ze een aantal weken daar, dan zijn ze een beetje... Natuurlijk, dat is aan het vaste voer zitten, dat is op een kattenbak plassen en poepen. Ja, het is sowieso een kitten, moet 9 weken zijn of ongeveer 1 kilo wegen. Dan mogen ze ingeënt en gechipt worden. Ja, bij die kleintjes die toch van straat komen. Het duurt iets langer natuurlijk. Hè? Ja. Heb je veel van die gastgezinnen nou? Ik heb 10 gastgezinnen. Oké. Okay. Die vast voor jou iedere keer de kittens opvangen en weer teruggeven. Ja. Maar goed, 2 daarvan zijn ook dan echt gastgezinnen die zeggen van nou, flesje geven is geen probleem. Want voor veel mensen natuurlijk, je moet wel echt gewoon de hele dagen thuis zijn, wil je dat kunnen doen. En net zoals voor de echte wilde kittentjes, daar heb ik eigenlijk helemaal geen gastgezinnen voor. Nee? Want die zet je in een bench, net zoals hier zit er nog eentje. Dan is het inderdaad in een bench, dat ze wennen aan wat er allemaal zo in een huis gebeurt. Ja. Bench gaat ook gewoon midden in de huiskamer, expres. Ja, snap ik. En, de stofzuiger en de muziek en de televisie. En dan ga je gewoon langslopen en dan ga je de volgende dag eens even ervoor zitten en rustig praten en dan voorzichtig kijken van, nou, kan ik aaien? Nou, de een probeert je vinger eraf te bijten en de ander is zo bang. Ja. Die blijft stijf zitten. Nou ja, goed. Dat blijf je net zo lang doen. Het wordt allemaal een beetje wakker. Ja, dat is Elmo. Hij is een half jaar nu. Oké. Ja. En waarom is hij nog steeds hier? Ja, dat moet je aan de mensen vragen die hem nog niet hebben geadopteerd. Och, dat kan dus ook. Hij was... Hoe oud was jij, Elmo? 7? Dat is ook een flinke, hè? Dat is een kater. Ja. Hij was 6-7 weken toen hij bij ons is gekomen. Ik hoor jou allemaal die poezen met en katers, die hebben allemaal van die mooie namen. Wie verzint ze? Ja, dat is verschillend. Net zoals Elmo. Elmo. Die is bij een gastgezin geweest. Ja. En die hadden zelf 2 katten, Bert en Ernie. Och, ja. Dus dit is Elmo, de kinderen hebben de kinderen van Jeroen en Carola hebben dat. En dan blijft het automatisch zo natuurlijk. 9 van de 10 keer blijft een kat ook zo heten. Ja. En dat vinden de gastgezinnen ook wel heel erg leuk. Ja. Want die hebben natuurlijk ook echt tijd en energie erin gestoken. Ja. En dan is het toch wel heel leuk dat de naam die jij hebt gekozen. Ja, want net zoals deze kat nou, hè, Elmo.
half jaar, ja, als die nou dadelijk niet weggaat, wat dan? Jawel, uiteindelijk vinden ze allemaal een huisje. Ja, toch? Ja, ja, je ziet, dit is dus met Elmo en Dolfje, dat is zijn broertje. Dolfje is hier ook nog? Dolfje is hier ook. Dus het zijn twee pubers? Ja. Elmo en Dolfje? Ja, ja, die waren plaatsbaar in de tijd dat er heel veel kittens waren. En je ziet dan natuurlijk dat er overal gratis kittens worden aangeboden. En mensen denken van, oh, gratis. Ja. Mensen beseffen niet van, goh, als ik zo'n katje moet laten enten en chippen en laten kastreren, steriliseren, ben ik veel meer dan 95 euro kwijt. Ja. Beseffen mensen niet. Nee, want hoe komt dat jij 95 euro aan kunt bieden, terwijl als je het zelf allemaal moet doen, veel meer kwijt bent? Ja, omdat wij natuurlijk hele lieve dierenartsen hebben, die ons gewoon echt heel erg helpen door rotsen te geven. Oh, dat is mooi. Ja, jij krijgt kortingen op castreren, steriliseren, ja. Alles? Of, op alles in principe. En is hier een boksel of zo? Ja, dat is de Dierenkliniek Oosterwijk, DCO. Die heb ik toen helemaal in het begin benaderd. En ik kwam er sowieso wel met mijn eigen kat, dus ik kende een aantal dieren uit Zal. En ja, die denken ook gewoon echt heel erg mee. Hè? Ik hoef niet constant voor elk dingetje naar hun toe. Ik heb gewoon thuis de medicijnen liggen en ik hoef maar even te vragen van, goh, hè, ik heb dan Mijntje. Met Mijntje heb ik heel veel contact. Dat hoef ik maar te mailen of even te bellen. En oh ja, nee, geef maar dit of dat, doe dit maar. En als het dan niet, dan kom maar even langs. En, ja, komt daar van eigen goed. Ja, dan, ja. En dan kun je ze zelf gewoon de medicijnen geven natuurlijk. Ja. Ja, daarom. Dus dat is heel fijn. Want als ik elke keer voor elk klein dingetje, voor elke nieziekte bijvoorbeeld, naar hun toe moet en elke keer een consult moet betalen en dan weer de medicijnen, dan is het niet te doen. Nee, ik moet af en toe ook aan bekijken, want ik vind katten zo leuk. Hey Brenda, een sociaal leven heb je dan ook? Nou, een beetje. Een beetje. Een heel klein beetje, maar dan, ja, ik heb er vaak zoiets van, nee, want ik ga veel liever katten vangen. Je hebt zelf geen gezin, kinderen en zo? Gelukkig maar, voor die katten. Want nou, anders, en voor mij. En voor jou. Als ze horen dat je katten, ach, draaien ze weer om, hoor. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, mensen hebben wel een idee. Kijk, 8 katten is natuurlijk al heel heftig. Dan staan dan je zegt, ik heb er 21, dan denken ze van, nou, hoe moet de huis er wel niet uitzien? En stinkt het bij jou niet dan? En die vragen krijg je gewoon echt. Ja. Je gaat ook niet op vakantie dan? Of heb je wel iemand die jou overneemt? Of dat? Nou, zou ik, nee. Ik hou helemaal niet van vakantie. Dat is voor mij meer een straf dan dat je mij daar een plezier mee doet. Ook toen ik gewoon nog geen katten had. Ik vind het heerlijk. Ja, ik werk natuurlijk 40 uur per week. En ik neem gewoon wel 3 weken vakantie. Maar ik vind het heerlijk om dan gewoon lekker thuis te zijn. Gewoon. Eigenlijk ben jij voor het gewoon een soort Minoes. Minoes de Poes. Ken je die film van Minoes? Ja, ik ken hem wel. Dat is toch die vrouw, ik heb hem ooit gezien. Die eigenlijk daar eigenlijk kan veranderen in een kat, hè? Ja. Als ik zo met jou zit te praten, ze zeggen altijd, degene waar je heel veel mee optrekt, daar ga je ook op lijken. Ja. Als mensen een bepaalde hond hebben, dan kunnen ze zeggen, hey, ja, je lijkt een beetje op een Bouvier. Ja. En als ik zo met jou zit te praten en ik zie jou in die ogen van jou, dan denk ik, er zit toch wel een soort... Ja, maar die ogen had ik al, hè? Ja, maar daarom ben ik aangetrokken tot op die katten. Ja, misschien wel, ja. En Brenda, nou heb jij natuurlijk heel veel verstand van katten. Kun jij eens iets vertellen over het karakter, wat er nou zo specifiek is aan een kat? Dat ze voornamelijk eigenwijs zijn. Dat, een hond komt natuurlijk altijd vrolijk naar je toe. En bij een kat is het altijd maar afwachten. Of je zin heeft. Ja, want die kijk je het ene moment aan van, nou, bekijk jij het maar. Ja. En toch zie ik wel dat ze allemaal wel gericht zijn op jou. Ja, natuurlijk, ik geef ze eten. Maar ik merk ook wel dat als mijn moeder hier bijvoorbeeld al is en die heeft ze al eten gegeven, dan ben ik niet meer belangrijk, hoor. Nee? Nee, dan komen ze ook echt niet naar me toe van, nou, wat ben ik blij dat je thuis bent. Oké. Okay. Ook jouw eigen kat? Nee. Zo, want nee. Ik zag straks die zwart-witte bij jou, die komt echt bij jou Op schoot. Ja, klopt. Vooral als er dus bezoek is. Dan wil ze even laten zien van, is van mij of zo. Ja, ik weet niet waarom ze dat doet. Maar het is meer gericht vanuit hunzelf. Ja. En niet zozeer van, ik doe dat voor jou. Ja. Maar een hond doet, hè? En een hond is ook altijd blij als je thuis komt. En, maar een kat gewoon niet. En als die geen zin heeft, dan heeft hij geen zin. Ja. Hè, want ze zegt ook altijd van, een kat heeft geen baas, maar een kat heeft personeel. Ja. Maar dat doen ze ook, hè? Ja. Zo, nou, je mag blij zijn dat je mij eten mag geven. Ja. Want ze hecht ook echt niet.
Ze hecht aan dit huis. Zoveel als... Ja, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja. Ze zeggen vaak inderdaad een kat hecht aan een huis. En niet aan een mens. Maar dat ben ik toch niet. Nee. Het verschilt ook wel per kat. Ja. Ik merk wel dat als een van mijn kinderen thuis komt... Dan heb ik inderdaad een poes. En die komt ook echt naar hem toe. En die is ook helemaal blij als je er weer is. Ja. Kom ik thuis, dan denkt hij... Hé, daar is ze weer. Ja. Dat mens wat ons te eten geeft. En hij doet er eigenlijk nooit niks mee, maar hij komt wel. Ja. Die kat komt wel altijd apart, hem eventjes, ja. Ja. Nee, het blijven toch wel mysterieuze wezentjes, katten, hè? Ja, ja, en zo, ze ook. Ik vind het ook al zo typisch als ik met ze naar de dierenarts moet. Mm-hmm. Dat weten ze gewoon van tevoren. Laten ze zich niet zien. Nee. Echt, ik vind het zo apart. Ja. Katten voelen heel veel dingen aan. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Hey Brenda, hoe gaat het nou met elkaar allemaal? Want er zijn hier 21 katten. En het accepteert elkaar maar wel. Maar ik zie ook wel, zo net als die ouderen, dat ze toch een beetje zo minachtend kijken. Ja, hè? Maar die hebben zoiets van, laat mij maar met rust. Ja, ze zullen niks doen. Nee. Helemaal niet. Maar die willen met rust gelaten worden. Maar dat gebeurt ook. Want, ja? Ja, kijk, Nino hier heeft gewoon een broertje waar hij mee speelt. Ja. En daar hebben alle kittens wel. Ja, die hebben allemaal vaste maatjes. Ja, spelen allemaal met elkaar. En dan laten ze de oudere katten ook met rust. Ja. Dat is ook de reden trouwens waarom wij kittens alleen altijd met z'n tweeën plaatsen. Of ergens waar al een jonge speelse kat is. Ja. Het is toch wel belangrijk dat een kat een maatje heeft? Ja. Ja, anders krijg je... Ja, het is dus verschillend hoor. De ene kitten kan daar heel goed. Hè? Die vindt het prima om met een mens te spelen en verder niet. Maar vaak zie je toch wel dat ze gewoon... Ja, een mens kan een kat niet vervangen. Nee. Jij kunt niet zo spelen als... Nee. En als je dan echt een heel druk speels kitten hebt, dan kan nog wel eens probleemgedrag gaan vertonen. Omdat hij gewoon de energie niet kwijt kan. En dan is het heel vervelend. Want dan gaan ze jou pakken, jou aanvallen. Ja. En dat is allemaal nog grappig als of ze heel... spullen, hè? Gewoon uit... En dat is heel leuk als ze klein zijn. Maar als je op een gegeven moment een volwassen kater hebt die dat doet, dan is dat niet meer leuk. Nee, en dan zie je vaak dat ze een enkeltje asiel krijgen. Mm-hmm. Omdat ze probleemgedrag vertonen. En dat is toch vaak gewoon omdat ze niet... Er energie niet kwijt kunnen of terug enthousiasme eigenlijk. Ja, dus het is ook vaak als mensen zeggen van nou, neem er een kit erbij. Mm-hmm. Oh, ja, dat was het. Ja, nou gaat alles goed. Ja. Hey Brenda, zou het een optie zijn om nou eens aan deze tafel een soort oproep te plaatsen van mensen die bijvoorbeeld alleen zijn of tijd zat hebben? Ja. Of die een beetje zeggen van, ik zie nooit niemand. Ja. He, die toch wel stabiel in het leven staan en die denken, god, dat zou ik wel willen, om bij jou dreigen aan te melden om eventueel voor jou... een aantal weken een kitten groot te brengen. Ja, er is zeker genoeg te doen. Ja, want het voordeel is, na een aantal weken kan het kitten ook weer weg. Ja. Ja. Dus ze zitten er niet jaren aan vast. Klopt. Maar wat je zegt van iemand die stabiel is wel heel belangrijk. Ja. Want er komt echt meer bij kijken dan dat je denkt. Heel veel mensen denken, oh leuk, doen we even. Of oh leuk, zo'n flesje geven aan een kitten. Ja, hou er wel rekening mee dat het dag en nacht is. En dat het gewoon... echt heel je, voor die weken dat het duurt, gewoon echt heel je leven beheerst. Ja. En dat je er ook echt zorgen om hebt. Je kunt ook niet zomaar weg. Nee. 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 En je moet dan wel echt stevig in je schoenen staan. En de kittens worden ziek. Ja. En misschien redden ze het niet. Ja. En inderdaad, redden ze het allemaal wel. En ze zijn er op een gegeven moment, dan gaan ze weer verhuizen. Ja. Moet je ook rekening mee houden. Ja. Dat je er echt moet kunnen. Ja, of je kunt zeggen van, ik koop hem. Ja, kan ook. Kan ook natuurlijk, maar dan zeg ik vaak van ja, kan, maar dan ben je geen gastgezin meer. Want dan loop je weer het risico dat er een kitten blijft. Dus die mensen zeggen dan van ja, maar dan ga ik niet meer opvangen. Nee, want ik kan, dus de meesten zeggen dan van nee, ga het weer weg, want ik wil dit werk kunnen blijven doen. Ja. En als je dat in gedachten kan houden en met die gedachten dan... Ja. Maar je kunt ook als gastgezin je eigen opgeven voor iets grotere kittens die bijvoorbeeld... Ja. Geen flesje meer nodig hebben. Ja, we hebben echt van alles. We hebben echt van flessenkitten tot kitten die binnenkomen op het moment dat ze al zelfstandig kunnen eten. Dus dan is het, dan is het natuurlijk al niet meer zoveel werk. Ja. Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat de kitten natuurlijk druk zijn.
Nou, het is toch wel een idee, hè? Om dit zo open te gooien. Ja, zeker, zeker. Want eventueel als mensen denken, ja, ik heb tijd zat. Ja, en het zijn natuurlijk ook altijd wat schuwere kittens, hè? Dat ze toch vaak wel buiten geboren zijn. Of, want ze krijgen van jou een bench ook of zo? Of hoe gaat dat dan? Ligt eraan als dat nodig is. Ja. En voor de rest krijgen mensen natuurlijk gewoon alles wat ze nodig hebben. Ja, want het kost hun niks in principe. Nee. Alleen als ze zeggen... Ja, ik betaal zelf daarvoor. Ja. Dan zou jij er wel heel blij mee zijn. Ja, tuurlijk. Doen de meesten gelukkig ook. Ja. En dan hoef ik ook niet steeds erheen om weer voer te brengen. Ja. En, ja. Maar de meesten doen dat gelukkig wel. Ja. En de meeste mensen hebben toch ook al wel zelf een kat. Hè? Dat ze zeggen van... Kom maar. En alle spulletjes hebben we al. Ja. Maar ja, het is ook prima voor mensen die... Die geen kat hebben. En dan breng ik gewoon alle spulletjes mee. Wat ze nodig hebben. En eventueel het voer en... kattenbakvulling. Ja. En de benches is echt alleen nodig als je verwilderde kittens gaat opvangen. Daarvoor moet je eigenlijk ook wel gewoon veel thuis zijn. Mm. Dan kun je zo'n wild katje gewoon helemaal tam krijgen. Ja. Zoals een kat weer naar het wild gaat, hè, die breng je dan weer in die bench, handdoek erover. Hoe is dat dan als je ze loslaat? Zijn ze dan blij of dan woem weg? Nou, dan zijn ze natuurlijk meteen weg. Ja, dat woep. Ja, maar dan gaan ze wel weer naar hun vertrouwde stekje. Ja, ik laat ze los waar ze gevangen zijn. Ja. Hè? Dus ze herkennen meteen de omgeving. Dus ze weten ook meteen van, oh, ik schiet daaronder en ik ben weg. Ja. Is dan, dus misschien ook, bij een kater natuurlijk wel. Maar als ze dan bijvoorbeeld gesteriliseerd zijn, dan is het seksleven ook natuurlijk... Dan is het klaar. Want dan hebben ze die drang ook niet meer. Nee, klopt. Dus ze krijgen een rustiger leven. Hè? Die poezen die worden niet elke keer met krols. En die katers ook natuurlijk veel stabieler. Katers die vechten veel minder. Hè? Want het zijn echt hormonen en territorium. En het gaat natuurlijk om de vrouwen. Hè? Ja. Want een kater wil zichzelf zoveel mogelijk voortplanten. Ja. Die wil zijn eigen genen doorgeven. Dus zal hij met andere katers gaan vechten. En het sproeien, hè? Wat die ongecastreerde katers doen, wordt ook minder. Dus mensen hebben ook gewoon minder overlast dan. Ja. Van al die geluiden die je dan s'avonds hoort. Oh ja, van die krolse katten en vechtende katers. Want dat maakt gewoon een hoop kabaal. Ja, echt wel. Ja. Ja. En als de katten dan op een plek zitten waar ze ook gewoon eten hebben en... hoeven ze ook niet meer jouw vuilniszak kapot te komen scheuren. Nee. Dus in principe hebben mensen er alleen maar profijt van dat het gebeurt. Ja, nou ja, goed, de kat van de buren, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Nee. Ja, want dat is vaak toch wel dat mensen er last van hebben. Ja. Maar... Als je nou een wens mocht doen. Wat zou je nou voor jouw stichting of wat dan ook, wat zou jij nou het meest nog willen? Natuurlijk snap ik wel dat jij zegt, dat mensen... Ja, steriliseren en castreren. Ja, want daar is het allemaal mee begonnen, want die kat loopt hier niet in het wild rond. Ik ken huis inderdaad en die katten zijn constant zwanger. Ja. En die worden bevrucht door de eigen zonen en de dokters zijn weer zwanger. Ja, het gebeurt veel ook gewoon achteraf bij boerderijen. Ja. Hè? Boeren vinden het prima dat er zo'n katje aankomt lopen en de muizen vervangt. Maar ja, die gaat ze niet laten helpen. Nee. Dus dan... Ja, maar dat kost geld. Geboren en geboren en er wordt nog meer geboren. Ja, die katjes gaan weer haar eigen weg zoeken. Hè? Want kageltjes die moeten dan hun eigen territorium weer gaan opbouwen. En dus die trekken dan weer verder. En voordat je het weet zit gewoon alles vol. Ja. Kun je maar goed slapen? Want ik zou ook ik slaap prima. Oh, fijn. Ja, nee. Kunt het ook weer loslaten zo op het juiste moment. Ja, dat wel . Want ook op het moment dat ik moederpoes gewoon niet gevangen krijg. Ja. En je weet gewoon, die krijgt eigenlijk in het voorjaar weer een nestje. Ja. Ja. Weet je, ik kan niet overal zijn. Ik kan ze niet allemaal helpen. Nee. Niet allemaal nu. Nee. Niet allemaal tegelijk. Nee. Want als je 's morgens om 8:30 begint, dan heb je al een heel ritueel van tevoren. Dan heb ik alle katten natvoer gegeven. De zieke katten hun medicijnen. Hoe laat sta jij 's morgens om? Oh, dat valt best mee, hoor. Maar lekker gaat gewoon om 7:00. Oké. Ik heb zelf niet zoveel tijd nodig. Nee, dat is hup. En je begint je dingetjes. Ja, de kattenbakken verzorgen. Ja, voer, water. Dan is het vaak, ik werk hier gewoon in Bokstel. Ja, je bent ook zo. Bij. Dus een pauze vaak even snel naar huis om te kijken. Ja, of soms om nog medicijnen te geven. Hè, dan zie je de kittentjes met ontstoken oogjes. Oh, die moet je gewoon best vaak op een dag zalven. Ja. Goh. Ja, goed, dan is het heel vlug op en neer. Want ik heb maar een half uurtje pauze.
Ja, doen ze op jouw werk, helpen ze jou daarin? Ja, ja. Zijn ze niet flauw of zijn ze ook wel eens van... Nee, helemaal niet. Dus ze kijken niet op 5 minuten als je net... Nee, want ik heb wel eens dat ik op mijn werk zit, ik word gebeld en er is geen één vrijwilliger die even kan gaan. Hè, ik krijg een melding van 5 kittens in een maïsveld bij de braken. Ja, er was niemand. Ja. Ik zeg, jongens, ik moet even weg. Nou ja, geen probleem. Oh, dat is ook voor een goed doel, hè? Ja, ja zeker. Dat scheelt natuurlijk. Ja, ja. Dat hoef ik niet te doen natuurlijk voor iets anders. Nee. Maar ja, ze weten natuurlijk ook gewoon hoe begaan ik daarmee ben. En dat is echt mijn ding is. Ja. Dus daar wordt gewoon niet moeilijk over gedaan. Hé, hey Brenda, nou dat je daar zo fanatiek bezig bent, hè? Hier in Boxeromgeving dan. Krijg je ook hulp van de gemeente? Daar ben ik mee bezig. Ja, ik heb wel een tijdje een subsidieaanvraag bij de gemeente liggen. En daar zijn ze nog mee bezig. Okay. Dus, maar daar hoop ik wel heel snel antwoord van te krijgen. Ja, dat het niet te lang duurt, want je hebt het nu nodig. Of tenminste, nu, ja, in deze niet... maanden ja. Weet ik zeker van... of nou ja, je weet nooit helemaal zeker, maar dat de poezen die ik vang... Die hebben nu hoogstwaarschijnlijk nergens een nestje met hele kleine kittens liggen. Wat in de zomermaanden natuurlijk wel een hele grote kans is. Dus ik wil gewoon echt in deze komende maanden zoveel mogelijk vangen en neutraliseren. Ja, snap ik, ja. Zodat het volgend jaar al... En dus ook ten goede, want ik bedoel, voor de gemeente ook natuurlijk, hè? Ja. Want ze hebben misschien niet direct een probleem, maar het kan natuurlijk wel een probleem steeds... Ja, kan het toch... Ja, inderdaad. Een groter probleem worden. Nee, maar het kan ook gewoon een gevaar zijn voor de mensen. Ja, ja. Je weet wel, de zwangere vrouwen mogen de kattenbak niet schoonmaken. Nee. Maar die katten die poepen ook gewoon buiten in een zandbak bijvoorbeeld. Hè? Ja. En zo'n groot probleem zal het nog op dit moment niet zijn. Maar het kan wel. Nee, het kan wel. Ja. Ja. God. En niet alleen uit van de oogpunt. Ik vind het ook gewoon dierenwelzijn vind ik ook gewoon belangrijk. Ja. Is het niet voor jou een eenzame strijd zo? Nee, eigenlijk niet. Voel jij je nooit eenzaam? Nee. Nee, het is eigenlijk meer... ik kom nu natuurlijk overal. Ja. Ik... Ja, en mensen die waarderen het natuurlijk. Ja, ik kom alleen maar bij mensen die het waarderen. Hè? Ja. Want mensen die het niet waarderen, die bellen mij niet. Nee. Het zijn alleen mensen die hulp zoeken voor de katjes. Van, die zien dat bij hun in de tuin of in de buurt. En die willen het beste ervoor en die bellen mij. Dus ik kom alleen maar bij echt mensen die het echt waarderen. En dat zijn dan ook weer de mensen die dan een donatie doen. Ja, en het is een soort schouderknopje natuurlijk. Ja, want die zien ook gewoon echt van wat je doet. En, ja, geweldig, ja. Brenda, ik ga nou stoppen, want jouw katten moeten daar ook eten hebben en alles. En je hebt het druk zat. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja. En ik ben blij dat ik hier heb mogen komen, want ik vond het ook wel heel belangrijk dat de mensen eens horen wat voor goed werk dat jij doet. En dat het ook echt een serieus probleem is. Ja, dat weten veel mensen niet. En ik wil ook eigenlijk mensen die een kat hebben en die hem niet willen laten steriliseren of castreren, denk er nou eens een keer over na om het wel te doen. Want ik ken een hoop gevallen waar het allemaal voor het inteelt is en iedereen gaat maar door en daar schiet je ook helemaal niks mee op, toch? En je zadelt ons ermee op. En je zadelt andere mensen ermee op, zoals deze stichting. Ja. Ik vind jou... een heel bijzondere vrouw. En ik wens jou heel veel mooie, gezonde katten en kittens toe. En een heel mooi netwerk met mensen die jou gaan helpen. Ik hoop het ook. Dank je wel. Jij bedankt.